Kijk, dit is dan een beetje het idee. Ik vond deze echt mega cute. Ze lijken echt best wel echt, vinden jullie niet? Hoi, en wat superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op het YouTube-kanaal van Action. Mijn naam is Esmee en misschien kennen jullie mij al van mijn eigen YouTube-kanaal of van de video's die ik al eerder heb opgenomen voor Action. Maar ik heb vandaag weer een nieuwe video en ik heb echt super veel zin om deze op te nemen. Ik ben gisteren namelijk naar de winkel gegaan en daar heb ik voor 30 euro allemaal leuke dingetjes gekocht voor in mijn tuin. Ik doe even tuin tussen haakjes omdat ik midden in de stad woon in Alkmaar. En ik heb het geluk dat ik wel nog iets van een, ja, het is niet echt een tuin, het is meer gewoon een binnenplaatsje. Het is ook niet echt een balkon. Wel een mega chill plekje, want je zit eigenlijk bijna de hele dag in de zon. Ik zal straks wel eventjes laten zien hoe het er nu uitziet. Maar jullie zijn vast benieuwd wat ik allemaal heb geshopt. Ik heb ook wat leuke dingetjes in de winkel gefilmd, dus daar gaan jullie nu eerst naar kijken. We zijn weer bij de Action! Yay! Kijk, dit is echt top voor ons buiten. Zo'n buitenkleed. We vinden de roze heel erg leuk. Kijk, dit zijn placemats. Maar dit kan je natuurlijk ook gewoon op die muur hangen. Bij ons buiten. Twee doen? Ja. Jo heeft deze foto gevonden op Pinterest. En nu zien we dit. Dit lijkt er wel op. Alleen we weten dus niet of het voor buiten is. Of dat kan überhaupt. Ja. En we weten niet hoe duur dat is. Kijk, daar zijn andere placemats. Die doen niet. Hier liggen nog meer placemats. Die willen we dus ook aan de muur doen. Oh, sorry. Kijk, dit is dan een beetje het idee. Heb je zin in deze video en ben je benieuwd wat er allemaal in de tas zit? Doe alvast even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden als je het niet hebt gedaan. En dan gaan we maar gelijk beginnen met de video. Ik heb dus voor 30 euro allemaal leuke dingen gekocht voor in de tuin. Ik zal wel even beginnen met het eerste en het grootste denk ik ook. Dat is namelijk een superleuk buitenkleed. Deze lag echt aan het begin van de winkel. Ik denk dat ze echt sinds deze week allemaal leuke tuindecoratie en zo hebben neergelegd in het assortiment. Maar deze kon ik echt niet laten liggen. Hij kostte maar 6,95 euro. Volgens mij... Kijk, hier staat op hoe groot die is. 120 bij 180 centimeter, dus wel flink groot. Wij hebben dus een binnenplaats en wij hebben daar van de zomer 2 palletbanken neergezet. Ik vond zo'n kleed hierbij wel echt mega leuk. Hij heeft ook een mooi patroontje. Ik denk dat je het hier nu wel eventjes goed op kunt zien. De zon schijnt ook lekker. Maar ik ga hem natuurlijk straks helemaal uitrollen en dan zie je hem ook goed. Maar ze hadden deze ook in het blauw en in het grijs en dus ook in het roze. Dus deze is mega leuk. Kost 6,95. Nou, dan heb ik... nog een tas vol. En ik zoek even gelijk naar het bonnetje. Oké, ik ga maar even beginnen met wat er bovenop ligt. Het is ook vrij breekbaar, maar dit is dus een lantaarn. Ik vond deze echt mega cute. Er zitten al lampjes in en je kunt er aan de onderkant gewoon 4 of 3 AA batterijen in doen. Ja, 3. En dan kan je hem dus gewoon hier aan en uit doen. Ze hadden ook nog een lantaarn in het wit met een ander soort, hoe noem je dit ook weer? Bulb, lamp, dingetje. Maar ik vond deze wel heel erg leuk. Ik was samen met mijn zus. Ik woon ook samen met mijn zus. Dus we hebben samen dingen uitgezocht. Maar dit is hem dus. Hij is gewoon wit. Het lijkt een beetje een soort van houtachtig lookje. Maar het is volgens mij gewoon een soort van metaal. Ja, ik ben echt mega benieuwd. We hebben ook al van de zomer 2 tafeltjes gekocht. Soortgelijk heb je ook bij de Action. Maar ik denk dat deze daar heel erg leuk bij staat. En je kan hem ook eventueel nog ophangen. Sorry als het licht een beetje verandert. Het is echt mega lekker weer. En het zonnetje schijnt ook, dus dat komt goed uit. Maar het beeld kan dan een beetje verschillend zijn. Ik heb echt zoiets leuks gekocht. Waarschijnlijk hadden jullie het al in het voorstuk hiervoor gezien. Want ik heb natuurlijk ook in de winkel wat gefilmd. Maar ik heb allemaal placemats gekocht. En... ik ben van plan om dit dus aan de muur te hangen bij ons op ons binnenplaatsje. Ik had het al helemaal in mijn hoofd. Ik had zoiets ook gezien op Pinterest en ik vond het zo tof. En bij de Action had je dus heel veel verschillende soorten. En ik zal ze even eentje voor één laten zien. Ik heb allereerst deze schattige. Deze is, even kijken hoe groot, 17 centimeter. Deze is vrij basic, heeft gewoon hier een randje omheen. En dan heb ik ook een soort gelijk. Ja, het lijkt allemaal wel een beetje op elkaar, maar net weer anders. Ook 17 centimeter, maar deze heeft dus zo'n lekker, ja, hoe zeg je dat, franje-achtig detail. Die heb ik ook in het groot. Die heb ik trouwens 2 keer. Die is, even kijken hoe groot, 30 centimeter. Hoe cute is dit? Ik ben zo benieuwd hoe het staat. Zoals ik al zei, die heb ik 2 keer. Ik moet het nog wel even goed gaan uitleggen op de grond. Want voordat ik die spijkers in dat houten muurtje ga slaan, is het natuurlijk wel handig om het een beetje voor ogen te hebben hoe je het wil gaan ophangen. En dan heb ik ook nog deze simpele. Deze is 29 centimeter. Deze vind ik gewoon vrij basic. Ook heel erg leuk voor de tussen. Want anders wordt het misschien wel heel erg druk als je allemaal van dit soort gedetailleerde placematjes ophangt. Oh, ik ben echt mega benieuwd hoe dit er allemaal gaat uitzien. Volgens mij echt heel erg leuk. Ik denk wel dat ik ze er elke keer af moet gaan halen.
Want als dit nat wordt, wordt het er niet mooier op. Dus ik moet nog even kijken hoe ik dat ga doen. Maar ik ga het sowieso met een paar spijkertjes of punaises of zo erin drukken. Dus dit echt heel erg leuk. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit eruit gaat zien. En dan als laatste heb ik nog twee van deze schattige buxusjes gekocht. Het zijn nepplanten. Ze lijken echt best wel echt. Vinden jullie niet? Ik vind ze echt mega schattig. Ze zijn ook vrij zwaar. Ze hadden dit potje ook nog in het donkergrijs of een soort van zwart. Maar wij vonden de lichtgrijze wel heel erg leuk. En ik ben van plan om deze dus bij dat lantaarntje op die twee tafeltjes die we al hebben te zetten. De lantaarn was €5,95. En die onderborden die waren vanaf €1 tot €2,80. Dus ook echt niet heel erg duur. Die mini buxusjes die ik net liet zien, die zijn €3,99 per stuk. Nou, dit waren alle items die ik dit keer heb geshopt bij de Action. Mega veel leuke dingetjes om mijn balkon of binnenplaatsje een makeover te geven. Ik heb ook een before gefilmd van ons binnenplaatsje. Die zou ik wel eventjes nu laten zien. We hebben er sowieso al lampjes hangen. Die zijn toevallig ook van de Action. En zoals ik dus al zei, hebben we dus twee palletbanken gemaakt. En daar hebben we dus ook kussens en kleine kussentjes voor op. Dus die zal ik ook wel even neerleggen. Maar dan gaan jullie nu kijken naar de makeover. Hoe ik alles neer ga leggen en zetten. En dan natuurlijk ook het eindresultaat. Nou, en dan was dit alweer de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat jullie wat inspiratie hebben gekregen voor jullie eigen balkon, tuin of binnenplaatsje. Ik vond het echt mega leuk om te doen en die placemats zijn echt top om aan de muur te hangen. Het is echt heel erg leuk om hier je eigen creaties mee te maken. Als je deze video nou leuk vond, laat het me zeker eventjes weten in de reacties hier beneden. En doe nog even een duimpje omhoog. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op het YouTube kanaal van Action. Als jullie dit leuk vinden, kunnen jullie mij ook volgen op mijn YouTube kanaal of op Instagram. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij een andere video. Doei!